Ja, en we blijven bij de kerst. Wel ietsjes minder duurzaam. Maar in Hardenberg staat een heel goed verlicht huis. Een kersthuis met wel 21.000 fonkelende lichtjes. Ja, ik word er hier heel blij van. De mensen ook die hier komen, die worden er ook ontzettend blij van. Ik vind dat gewoon super. Nou, kijk, en met deze lantaarntjes is het begonnen. Twee lantaarntjes. En dat is uitgegroeid tot deze enorme hoeveelheid licht hier. We zien elke keer weer iets moois liggen bij het tuincentrum, bij een andere winkel. En dan denken we, nou, dat past eigenlijk ook nog wel. Daar hebben we ook nog wel een plaatsje voor. Nou, het begint eigenlijk al begin november al wel te kriebelen. Je zou je ook kunnen voorstellen van, nou, als je hiernaast woont, daar ben je niet blij mee. Nou, gelukkig zijn de buren heel coulant en die vinden het ook prachtig trouwens. De kinderen, hier hebben ze kinderen, hiernaast ook. Kinderen vinden het prachtig. Kijken 's ochtends al uit het raam wanneer de lampjes weer aangaan. Want 's ochtends doe ik de lampjes ook vaak extra aan voor de kinderen. Tussen 8:30, 9:15. Want er lopen hier heel veel ouders met kinderen langs naar de basisschool. Gaan de lampjes ook aan. Ja, nee, die vinden het super. Ja, er woont hier mevrouw tegenover. En die had het een aantal jaren geleden erg moeilijk. Maar die zei altijd van als de lampjes aangaan, dan voel ik me gewoon weer vrolijk. Voel ik me weer gezellig, blij. Dus als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik, al is die ene persoon maar die daar blij van wordt, dan is mijn kerst al goed. Weet je wat ik nou mis als ik hier zo sta? Nou? Ik mis een kerstliedje. Dat mag ik niet van mijn vrouw. Oh! Want ik heb hier kerstliedjes willen ophangen. Ja, echt waar. Als je nou een liedje zou moeten noemen, wat hoort hier nou bij? Celine Dion, Happy Christmas. So this is Christmas. Ja, prachtig natuurlijk.